In hoofdstuk 18 van Matteüs presenteert Jezus een prachtige boodschap. Van vers 10 tot en met 14 vertelt hij de gelijkenis van de 100 schapen. Hij verklaart dat de liefde van de herder voor zijn schapen zo groot is dat als iemand verdwaalt, de herder de 99 verlaat en op zoek gaat naar degene die verdwaald is. In deze gelijkenis spreekt Jezus van verticale liefde, dat wil zeggen van God in relatie tot de mens. Zelfs als het schaap verkeerd is en de herder niet schuldig is aan zijn keuze, is God bereid om de verlorene te redden. Dit is een geweldige boodschap. Nochtans, vanaf vers 15 vinden we horizontale liefde, dat wil zeggen van wat God verwacht te bestaan onder de mensen. Zie, indien uw broeder zondigt, ga heen. Bestraf hem onder vier ogen. Realiseer je dat God van Gods volgelingen verwacht dat ze anderen behandelen zoals ze werden behandeld. Wat me opvalt in dit vers is dat het niet zegt als je zondigt tegen je broer, ga naar hem. Dat zou enigszins voor de hand liggen. God zegt als je broer tegen je zondigt, met andere woorden als je de onschuldige bent in het verhaal, ga dan toch naar degene die je pijn heeft gedaan, zodat de zaak zal worden opgelost. Voor God maakt het niet uit wie een fout heeft gemaakt. Het gaat erom wie er christelijk genoeg is om de oplossing te zoeken. De boodschap was zo schokkend dat Petrus onder de indruk was en vervolgens vraagt hij in vers 21. Toen kwam Petrus bij hem en zeide, Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? In Petrus' tijd was er een consensus dat je iemand tot 3 keer moet vergeven. Terwijl Petrus graag ieders aandacht trok, wilde hij 2 keer zoveel vergeven als 3 en 1, in het geval van 7. Maar in plaats van een applaus van Christus te ontvangen, was hij geschokt door het antwoord in vers 22. Tot 7 maal toe, Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. De reactie van Christus was een metafoor om te laten zien dat de vergeving die God van zijn volgelingen verwacht veel groter is dan de mensen gewend zijn te geven. Dus wat we van zoveel lessen leren is dat God ons vergeeft van al onze zonden, maar hij verwacht van ons dat we ook onze vergiffenis uitbreiden naar degenen die ons onheus behandelen.